Ja, daar is hij weer. Aflevering 5, de Block Party podcast. En we hebben er zin in. We zijn enthousiast. Ja, Henk, 5 afleveringen. 5. Ik dacht 4, joh. Het gaat zo snel. Hè? Time fly when you have fun. Hè? Nou, zeker. Wat hebben we weer de fun? Ja, we hebben wel gelachen weer. Ik wacht nog weer op mijn weerspreuk van de week, Henk. Weerspreuk, geen weerspreuk. Ah, ja. Weerspreuk. De weerspreuk. Nou, ik kan je vertellen. Het is misschien wel leuk als ik elke week met een weerspreuk kom. Ja. Maar vandaag heeft het hier gehageld. En niet te zuinig ook, jongen. Ik liep eventjes over straat heen. Nou, en ik heb een beetje... Ik kan je niet goed zien met die koptelefoon op. Maar ik heb oren. Ik heb geen flaporen. Maar ik heb zo niet zo strak langs mijn hoofd staan, weet je wel. En als er dan van die harde hagelstenen op je oren... Weet je nog vroeger dat spelletje dat er zo iemand voor je in de klas had? Dat het buiten dan vriest en dat er iemand zo... Tak! Zo tegen je... Ja. Ja, dat gevoel had ik vandaag met een paar van die ijsklonten die uit de lucht kwamen denderen. Nou goed, voor zover het weer. Hè? We gaan nu verder met de orde van de dag. En dat is basketbal. Ik vond het wel echt een hele lange spreuk. Voor een spreuk op het weer. Maar goed. Nee, ik kom de volgende keer kom ik gewoon met een... Het is niet het Sinterklaasjournaal, hè, waar gewoon het weer nog eventjes komt of zo. We komen hier, als jullie willen, dan kom ik elke week even het weer brengen. Ik maak een notitie. Volgende podcast heb ik een spreuk over het weer. Ja, een spreuk. En basket gerelateerd, Henk. Basket gerelateerd. Hey, basketbal, dat is waar we het hier over hebben. We hebben vorige week weer een podcast opgenomen waar enthousiaste reacties op. Daar zullen we ongetwijfeld nog over hebben. Een van de dingen die we ter oren brachten waren de oortjes van de scheidsrechter, Sam. Die vielen heel op. Nederlandse scheidsrechters hebben oortjes in. Ja. En wij vroegen ons af of mensen theorieën hadden. Nou ja. Waren er wel een paar, maar kwamen vooral de meest droge was gewoon de theorie die klopt waarschijnlijk, hè, dat ze beter met elkaar kunnen communiceren. Blijkt niet altijd te helpen in de wedstrijd, dat zagen we ook. Ga jij nu met een antwoord komen, Sam, of is het... Oblief? Heb jij het antwoord hierop? Nee, ja, ik dacht dat jullie dat gingen doen. Ik dacht Matthijs, die zegt we hebben allemaal reacties gekregen, dus nu komt het antwoord waarom het zo is. Maar nee, er waren weinig serieuze reacties. Matthijs heeft de toegang tot de Block Party account, dus Matthijs gaat het al weten. Hè. Ik heb niet eens een wachtwoord, maar dat zal wel waarschijnlijk Westland Heren 2 zijn. Westland met een hoofdletter. Of gewoon Westland 1, 2, 3, 4, 5, 6 of zo. Westland kampioen forever. Nou, en iets anders waar we het over gehad hadden, was die sprongbal. En wij doen elke week, ook als we de aflevering online zetten, dan gooien we ook even een kleine enquête in Spotify. Dus in Spotify kun je gewoon gelijk stemmen op een vraag die we... 73% wil de sprongbal terug. Ah, kijk eens aan. Ja, er waren drie stemmen. Dus die van Henk, die van u en die van mij. Nee, zeker niet. Dan zou het 67, ja. Ja, ik weet het, Henk. Toch maar 67 stemmen. Ja, in België... ik wil geen makkelijke moppen maken en zo. Hè. In Nederland maken we altijd Belgen moppen, maar... Ja, nou goed. Nou, niet altijd. Kom er ook niet helemaal goed uit. Want volgens mij krijg ik ook het nodige kritiek van bepaalde mensen uit bepaalde hoeken over mijn dubbel overtime die ik even had voorspeld. Ah, ik heb maar één berichtje gehad erover, Henk. Het is oké. Het is niet erg. Nee, maar ja, ik kreeg hem wel van de slimste mens van België. Hij heeft meegedaan aan de slimste mens. Maar is niet de hij heeft meegedaan aan de slimste mens van België. Vooral de duidelijkheid gaat over Jean-Marc Mema die mijn berichtje stuurde en die vroeg hoe dat Henk de dubbele overtime van Oostende Heroes beleefd had. Ja, het is wel grappig hoor, want ik krijg opeens allemaal... Ik heb natuurlijk gewoon best wel matig voorspeld. Hè. Dat was niet al te best van Heroes, maar ook uit Groningen krijg ik... je had gewoon lekker op Groningen moeten stemmen, dan had je het gewoon goed gehad en zo, weet je wel. Ja, het is... ik weet niet of we dit rubriekje er misschien niet uit moeten halen of zo. Dat zorgt voor een beetje animo. Dat is goed, jong. Dat is goed. Ja, maar jij zegt de hele tijd dat Antwerpen alleen maar verliest. En dat, ik heb vorige week Antwerpen gewonnen gezet en Antwerpen heeft gewonnen, Henk. Dat komt waarschijnlijk omdat Jean-Marc dan een beetje in jouw app zit van... gast, even normaal doen. Die gozer is sterk, hè? Als je hem tegenkomt, die moet je niet tegenkomen op straat, Sam. Jean-Marc, een beetje... Nee, ja, dat is wel een redelijke blok. Daarom, dus daar heb je geen problemen mee. Dus je gaat deze week, ik voorspel dat deze week Sam weer voorspelt dat Antwerpen gaat winnen. Oké, dan zien we op het einde van de aflevering dan wel. Oh ja, dat is wel een interessante. We hebben in ieder geval een hoop lol gehad. Hey, in de
In de B-Next zijn er afgelopen weekend weer allemaal wedstrijden gespeeld. Gaan we ja, maar Matthijs, dus 73% wil de sprongbal terug. Hoeveel stemmen waren er? Hoeveel mensen hadden er gestemd? Nou, als ik... dat waren 12. Er wel een stuk of 20. Maar toch, ja. Een stuk of 20? Ja. Zeker wel. En zeker. We moeten dan naar FIBA brengen, Henk. We moeten dan naar FIBA brengen. Ja, we hebben een referendum gehad. We hebben een referendum gehad over Hans Europa gespreid en we hebben de volle 20 stemmen die willen dat de sprongbal terugkomt. Ik denk maar dat er nog een België gestemd? Kun je nog zien wat de Belgen hebben gestemd? Nee, dat kan ik niet zien. Ik heb wel trouwens, wat ik wel kan zien in de statistiek, is dat we meer luisteraars uit België hebben dan uit Nederland. Dus ik zeg ten eerste, chapeau België. Alweer gewoon, mooi. Jongens. Ja. Aan de andere kant zeggen, come on Nederland, even een beetje je best doen. Een beetje promoten die podcast. Ook daar moeten we gewoon het competitie-element inbrengen. Ik ga proberen mijn dialect ook een beetje aan te passen. Maar ik heb daar een theorie over. Weet u dat dat komt? Omdat ik er zo professioneel uitzien met mijn stickertjes op mijn micro en mijn koptelefoon. Ja, die man is denken, hey, dat is vol bakken, jong. Jij bent in je podcast net zoals een speler zijnde, weet je wel. Je kan ook gewoon ons assisteren, weet je wel. Dat je gewoon een paasje geeft, dat je ons ook die mooie stickertjes geeft. Ik heb al die apparatuur niet, Sam. Laat het gewoon even lekker in een envelopje. Hey, dat is gewoon even een op papier kunnen sturen. Afgedrukt en met dubbelzijdige lijm op mijn micro geplakt. Dus je kunt dat zelf perfect produceren. Ik denk serieus, jij hebt een of andere stickermachine daar of zo, weet je wel. Maar leuk dat je nu na aflevering 5 aan mij vertelt hoe het werkt. En mensen die dit nooit kijken en alleen luisteren, die hebben geen idee waar dit verhaal over gaat. Maar er zit een logo sticker op de microfoon van Sam. En dat is ook gelijk goed nieuws, want je kunt het ook gewoon zien. Ook op zijn oordoppen. Ook op z'n oordoppen. Maar je kan deze podcast ook gewoon kijken op YouTube. Zetten we ook af en toe fragmenten. Dus check ook ons YouTube-kanaal, Instagram, als je daar nog niet zit. We zijn helemaal bij de tijd. Hey, laten we even over basketbal praten. Ik ga een klein sprongetje maken. Ja, Antwerpen hebben we het al over gehad. Die zijn net al genoemd. Maar 83-63 gewonnen van het Nederlandse team met de mooiste sportvloer van heel de B-Next, Aris Leeuwarden. Hadden weinig in te brengen. Antwerpen is wel even op een runnetje. Hè? Die zijn lekker. Ik bedoel, die zijn gewoon lekker bezig, toch? Vraag je het aan mij? Jullie allebei. Antwerpen is heel lekker bezig, man. Antwerpen is top. Hebben beker gepakt. Hebben natuurlijk wel van Butterfield die blessure gehad. Dat is balen, maar ze lijken er lekker. Ze pakken lekker door. En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ze tegen Leeuwarden lag wel een beetje binnen de verwachting. Hè, dat ze Leeuwarden thuis zouden pakken. Leeuwarden, met respect zeg ik dit, de minste ploeg op papier in de Elite Gold. In de Gold. Ja, dus Giants die pakken rustig door hoor. Ja, ik heb de eerste helft gezien van die wedstrijd. En dus, ja, Giants was gewoon dominant. Hè. Die hadden een redelijk krappe kloof staan en die hebben voor de rest van de wedstrijd eigenlijk de controle gehouden, gewoon, denk ik. Allee, de tweede helft heb ik niet meer gezien. Ik denk dat 15 punten verschil was aan de rust. Of meer. De sleutel voor zo'n wedstrijd hè, is inderdaad hard beginnen. En wat ik zie wat de Antwerp Giants doen, die komen elke keer gewoon knijter uit die kleedkamer uit. Die weten wat ze moeten spelen, geven veel druk. En zeker tegen dan een relatief kleine Leeuwarden. Dat zijn eigenlijk normaal gesproken zijn het altijd gevaarlijke wedstrijden. Hè? Dat je denkt, die pak ik toch wel eventjes makkelijk. En dan als je dan slecht begint en dan opeens dan ziet Leeuwarden dan zouden ze de basket zien als een zwembadhaas. Dat je die bal er gewoon makkelijk doorheen knalt. Dan is het juist belangrijk om zulke wedstrijden hard te beginnen. En dat hebben ze goed op orde, man. Ze staan lekker te spelen. Maar ik denk dat Antwerpen nu wel een zware week heeft. Ik denk dat ze op verplaatsing gaan naar Leiden en naar Den Bosch, als ik me niet vergis, deze week. Dus ze hebben twee zware uitwedstrijden. Dus ik ben benieuwd naar wat er komt deze week. En trouwens, onze podcast volgende week gaat dubbel zo lang duren. Want we hebben dubbel zoveel wedstrijden te bespreken, jongens. Ja. Antwerpen moet naar 29 maart naar Donar in ieder geval. Dus dat is ook niet te missen. Ook eentje rijden weer.
Is het Doenaar? Ja, het is Doenaar en Den Bosch dan. Doenaar en Den Bosch, kan dat? Ja, zeker. Maar ik denk dat Antwerpen op dit moment voor niemand bang hoeft te zijn. Want die hebben gewoon echt een flow te pakken. Even nog kleine lans breken voor Aris, voor Leeuwarden. Ik las van de week, ik weet niet meer waar, ergens een interview met coach Vincent van Sliedrecht, jonge gozer. Maar wel bij de hand, hoor. Die weet wel wat hij wil. Die trekt zich weinig aan van kritiek en verlieswedstrijden. En die trekt gewoon zijn eigen plan. En die heeft visie voor zijn club. Ondanks de ook gewoon, want dat is ook een feit, de beperkte budgetten daar bij teams zoals Leeuwarden. En die gaat gewoon lekker zijn eigen koers. En dat vind ik ook tof. Weet je wel, gewoon hop, bouwen aan de show en gaan met die trekker. Ja, dat is top. Niemand had verwacht. Dus het is even een complimentje voor Leeuwarden. Niemand had verwacht dat Leeuwarden in de Elite Gold zou zitten. Ja, behalve Vincent van Sliedrecht waarschijnlijk. Maar verder had niemand het verwacht. Nee, dus dat doen ze goed. Wie wat minder goede periode heeft, is Landstede Zwolle. Die verliezen onder andere een beker, maar die verliezen ook met, en daar is die, Apple Pie Alert. Met 101 tegen 62 van Mechelen, van Kangaroos. Kangaroos. Ah, dat is lekker. Zeg, de Kangaroos trouwens, by the way, die zijn ook wel even lekker aan het knallen. Hè? Die hebben ook nog geen match verloren in de Gold. Hè? Die staan dan met 3-3. En die hebben nog gewonnen tegen In Heroes. En die hebben nog gewonnen thuis tegen Leiden, als ik me niet vergis. Ja, en nu ook dus thuis van Zwolle. En nu thuis tegen Zwolle. Dus die hebben al een relatief zware kalender gehad, denk ik. Die missen een topscorer, maar het deert hun precies niet zo heel hard. Hè. Die hebben dat mooi opgevangen. Maar soms als je topscorer mist, hè, en het team loopt goed. Dus je mist je topscorer, dan kan de rest van het team zich daar soms nog aan optrekken. En die gaan dan, als het gevoel goed is in dat team. Mm-hmm. Ja, stel je mist je topscorer, Sam, stel jij bent de topscorer, maar je mist diegene dan. Het team loopt wel lekker, dan kan iedereen dat een beetje opvangen door net 2-3 puntjes meer te maken. Ja, dat is waar. En dan zit je er gewoon lekker in. En soms zie je nog wel eens als een topscorer er niet bij is in een team dat goed speelt, dan krijgt iedereen een beetje vleugels. Dan kan eigenlijk twee kanten op, maar bij de Kangaroos gaat het zeker de goede kant op. Ja, bij de Kang Gang zag ik op. Ja, de Kang Gang, ja. Goeie hashtag Kang Gang. Hashtag de Kang Gang. Ik denk dat het een paardenclub is, maar het is prima, de Kang Gang. Ja, dat klinkt goed. Hey, en de appeltaart, en die gaan we ook gewoon weer opsturen, want dat is niet een eenmalig... Nee, als wij iets zeggen, dan menen we het en dan pakken we het professioneel aan. We sturen de appeltaart, zo zijn wij. Wij sturen de appeltaart deze week naar Godwin Chimanga. Ja, toch wel een volgende, jongens. Die heeft dit weekend zijn eerste 4 punten van Hans de competitie gemaakt. En klank appeltaart. Dat is toch een mooi verhaal? Een momentje uit Godwin, ja. Ik weet dat als iemand zijn eerste score maakt, dan scheren ze nog wel zijn kop kaal, weet ik van wat ze doen. Ja, maar deze gast die krijgt gewoon appeltaart. Het een sluit het ander niet uit natuurlijk. Hè? Maar, ja, trouwens, Henk, kreeg je geen berichtje van iemand op, of was de blockparty account die een berichtje kreeg? Nee, was de blockparty account. Ja, daar kregen we een heel sympathieke verzoek van een, ik weet niet of je hem kent, Sam, maar hij heet Domine Loubry. Oh, geen idee, ik weet niet wie dat is. Die vroeg, wat krijgt de assistgever van de Apple Pie? Toen ging ik even de statistieken kijken. Toen zag ik wie de assist gaf. Ja, die heet toevallig ook Domine Loubry. Dus dat zal toch geen familie zijn, zeker? Dus die... heel toevallig, hoor. Dus die vroeg, gaan jullie de assisten, hè? Krijgen die dan een slagroomtaart? Heb je hem zelf geschoten? Hè? Je weet toch dat het om de appeltaart gaat? En, ja, het ook soms wel, moet je soms moet je dan gewoon zelf pakken. Ah, Henk, sharing is caring. Hè? Dat is hetgeen wat je daarnet ook zei. Hè? Dat is de ding van een spelverdeler is om zo'n ding te doen. Chimanga is ook wel echt een speler. Ik heb even zijn stats nagekeken. Die speelt over het algemeen vaak niet zoveel. Dus dan is het ook wel leuk als die jongens in zo'n wedstrijd wat minuten krijgen, dat die iets kunnen bijdragen. Hè. We hebben dat vroeger ook nog gedaan. Hè. Als er zo'n match was dat je 20 punten voor stond of zo. En de coach zet dan de spelers erin die normaal gezien vaak niet zoveel spelen. Dan is dat echt vaak naar die jongens zoeken, zodat die op punten kunnen maken en zo. Dat is leuk voor die jongens ook. Hè. Dus, dat is ook leuk voor het fortuin. Dat is goed gedaan van Domin. Ja. Ik hoop dat Godwin nu een stukje heeft. Maar nee, hij mag zelf bepalen. Hè? Hij krijgt die taart, laat dat even duidelijk zijn. Hij krijgt die taart, maar hij bepaalt met wie hij hem deelt. Hè? Hij hoeft hem niet aan het team te geven. Hij mag hem ook gewoon, weet ik veel, aan zijn tante geven in ergens anders. Maar
Ja, maar niet als hij niet met zijn team wil delen, dan hoeft het niet. Maar ik raad hem wel aan om een stukje aan Lubri te geven. Ja, ja, dat zou wel sympathiek zijn. Dat was ook weer een goed bijschot, hè. De Domin 24 puntjes, tak, tak, paf. Ja. Die zit ook op basketbal, hoor. Die kan dat wel. Die is zeker in vorm en daar genieten ze bij Mechelen op meerdere manieren van. En deze keer bereidde hij het recept van de appeltaart die hun kant op gaat. Trouwens, kreeg ook speciaal verzoek, appeltaart op donderdagmiddag. Dat is ook mooi. We zijn een cateringbedrijf. Hè? Van, Henk, je hebt verder niks te doen of zo. Ik ga lekker die appeltaart bakken op woensdag, want dan hebben we op donderdag verse appeltaart. Ja, zo werkt het natuurlijk niet, jongens. Die krijgen gewoon die appeltaart. Kijk Henk, ze hebben woensdag wedstrijd. Dat is de perfecte recovery. Hè? Een beetje appeltaart. Dat is goed voor de krachten terug. Een beetje suikers erin. Ja, dan staan die er een weekend terug goed op. Hè, die jongens. Maar je moet wel niet voor de wedstrijd. Hè? Vlak voor de wedstrijd een beetje zwaar op de maag. Hè? Moet je een beetje uitbuiken. Dus... Ja, beter een beetje appelsine of zo dan, hè, voor de wedstrijd. Ja, goed. Ja. Dan doen we lekker. Dan krijgen ze hem lekker donderdag tenminste. Donderdag, als onze taartleverancier even goed brengt. En even... Niet helemaal een diggelen. Ja, ja. We gaan niet meer de Antwerpse bakken kiezen, want dat was de vorige keer. Dat is toch wel in de buurt, hè, Matthijs? Dus volgens mij zijn er van de Antwerpse bakker komen. Hè? Of heb je in België gewoon één bakker, hè, Sam? Ja, ik weet niet hoe dat werkt bij die jongens van waar we de taart bestellen, maar ik veronderstel dat ze toch niet samenwerken met 15 verschillende bakkers in één stad. Denk ik. Ik heb ook geen idee. Nee, maar de appeltaart Mechelen komt jullie kant op en we zorgen uiteraard netjes dat die er op donderdag is. Want als wij iets willen, is het zorgen dat basketballers in de Binex-competitie het volledig naar hun zin hebben. Dus hij komt jullie kant op donderdag. En nou gaan we eigenlijk naar de derde wedstrijd voor deze podcast. En dat is eindelijk een spannende. Dat is Spirou, de dark horse van Sam. Tegen Donar Groningen, die eigenlijk het hele seizoen een beetje kwakkelde en nu ineens de spirit gevonden hebben, want die hebben met 3 punten verschil gewonnen. Die rollen op. Die winnen gewoon eventjes in Charleroi. Dat is wel een knappe prestatie. En even wat ik misschien nog wel de meest knappe prestatie van Donar vind, is dat zij gewoon een beter percentage 3 punten dan vrije worpen hebben, deze wedstrijd. Ja, dat is toch heel knap. Dus en dan nog winnen. Er zijn er dus 2. Of je schiet bijzonder goed 3 punters. Of je schiet gewoon extreem slecht. Vrijworpen. Ja. Dus ze schoten. Wat is het? Vrijworpen schoten ze maar 44%. En van de 3 punten schieten ze de 11 uit 24. En dat is 45%. En weet je wie daar een heel groot aandeel heeft? Dat is Willem Brandwijk. En Willem Brandwijk is een grote jongen. Het is een jongen die speelt op de 4-5, speelt hij meestal. En die gozer zorgt normaal gesproken voor een spektakel. Hè. Die ramt die ballen er doorheen. Die blokt. Dat is een super atletische gast. En heel eerlijk, ik wist niet dat hij zo goed 3 punten kon schieten. Ik heb hem vaak zien spelen. Ik heb al nog zelfs met hem gespeeld in het Nederlands team. En die gozer die knalt er gewoon... knalt er 4 op 5 en 17 punten. Dat is hartstikke tof om hem zo goed te zien spelen. Verder was het een wedstrijd die best wel gelijk opging. Ondanks de vele vrije worpen die gemist werden. Wat ik apart vond, met nog 30 seconden te gaan, staat Charleroi 1 punt achter. En dan gaan ze een aanval opzetten met Jackson. Dan komt er best wel een hele statische aanval. Dan gaan ze een pick-and-roll spelen. Dan wordt de bal verloren. Nou, daarna dan volgen er 2 vrije worpen van Clay Mounts. Die raakt ze wel. Dan is er nog 6 seconden en neemt Charleroi een time-out en mogen ze de bal uitnemen. Sam, als je 3 punten voor staat als donor zijnde, wat zou jij dan doen? Staat 3 punten voor? Nee, ik wil 6 seconden te gaan. Is het 3 punten voor? Ga je zeggen, we gaan verdedigen? Of ga je zeggen, we gaan toch een foutje maken? Ja, ik vind dat nu is dat zodanig lastig geworden, omdat als je die fout maakt, mag het absoluut niet op een 3-punt-shot zijn. En er zijn zodanig veel lepe spelers aan het komen nu, die als je die een tikje geeft, die dan die bal op de een of andere manier wel nog weggooien, waardoor ze toch uiteindelijk nog 3 vrijworpen krijgen. Hè. Dus dat is een trend dat we bijvoorbeeld zien in Euroleague. Heel veel als er nu zo van die half-court fouls gemaakt worden, om de fastbreak wat te stoppen, die geen vrijwillige fouten zijn, die gaan in de 1-2 en die smijten de bal van middenlijn weg, tom, 3 vrijworpen. Nee, en dat is ook een beetje hetzelfde verhaal hier met die 6 seconden. Als je een fout maakt, moet je echt maken dat op die dribbel is, dat dat echt niet in de shotbeweging is. Dus het houdt altijd wel een risico in, maar ik zou altijd voor de fout gaan. Sowieso.
Ja, toch wel. Ja. Bij wat jij zegt nu, bij de eerste wedstrijdronde Elite Silver was het Feyenoord die 3 punten voor stond. En toen volgens een fout maakte op een 3-puntschot, onmogelijk schot, wegvallend. En die gooide alle 3 die vrijworpen erin. Het werd toen verlengd. Even over onmogelijke schoten gesproken. Hè? Groningen schiet gewoon Magdevski. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Magdevski van Groningen. Die schiet gewoon 2 extreem moeilijke 3 punten raken. Eentje in de buzzer. Einde, volgens mij was het einde derde kwart. En eentje halverwege het vierde kwart onder druk van de shotklok. Echt dat die wegvalt of dat hij door iedereen heen een soort van fake maakt en er tussendoor. Ja, dat is ook een beetje het geluk wat je dan nodig hebt om dan zo'n wedstrijd uit te winnen. Dat die ballen allemaal vallen. Dat is knap, want beide waren ze goed verdedigd. Misschien dat die in een derde kwart voorkomen had kunnen worden omdat iemand sprong. Maar in ieder geval, er zijn die 6 seconden nog. Als we daar weer naar terug gaan, dan zijn die 6 seconden zijn er nog. Dan mogen ze, maar dan miste ik bij Charleroi. Miste ik eigenlijk, ze hadden een paar keer in die wedstrijd. Hadden ze, want Donau pakte dan een voorsprongetje. Dan pakte ze Charleroi een voorsprongetje. Maar Charleroi kon er niet overheen of zo. Ze konden niet... Ze vergaat een beetje te spelen op het moment dat het moest. Dat ze echt een goede aanval neerzetten. Komt er een laf pikkerrolletje. Ook die laatste 6 seconden. Dan wordt de bal heel kort ingenomen eigenlijk. Dan is er even een handoff. Maar ja, je weet dat er geschoten gaat worden. Dus dan wordt dat schot ook nog geblokt. Dus ze komen niet tot een goed schot. Een beetje geforceerd allemaal. Weet je wat de Warriors trouwens ook hadden vannacht tegen Minnesota? Dat ze dan die laatste play niet goed uitspelen. Nou is Spirou Charleroi zeker een goed team, maar geen Warriors. Wat ik me afvroeg, ging die bal... Spirou heeft een scoringstalent in Jackson. Volgens mij in de eerste speelronde gooide hij er, 45 punten in. Ja, dat had er nu ook weer 28, denk ik, hè? Ja, je zou toch zeggen dat je zo'n gast in stelling brengt en zorgt dat hij over 5 screens heen moet lopen en dan vrij die bal in 6 seconden. Nee, ze geven hem wel de bal, maar je ziet, als ik dan heel kritisch, hij is een geweldige speler, hè, maar als je dan heel kritisch gaat kijken, dan zie je die laatste aanval die ze dan nog hebben om er overheen te gaan. Als één punt, dan komt er niks goeds uit en dan wordt er een pick and roll gespeeld. En je ziet eigenlijk dat de rest eigenlijk een beetje staat te kijken. Wat natuurlijk ook vaak wel gebeurt. Hè? Dat je een soort van isolation pick and roll bovenop speelt. Sam, je kent het wel. Mm. Maar je zou misschien iets meer beweging van de rest ook willen zien. Want de focus is daar te veel op. En dan het is misschien ook iets te voorspelbaar. Denk, dat iedereen wist dat die bal naar Jackson ging gaan op dat moment. Jij noemde dat na die 45 punten uitbraak van Jackson in die eerste wedstrijd. Toen zei je al, dit is heel goed. Dat is heel fijn dat hij dat kan. Maar het kan ook een issue worden voor Charleroi. En misschien was dit wel zo'n wedstrijd waar hij als prime scorer een issue is. Ja, maar hij heeft 18 shots gepakt of zo, denk ik. Wat dan redelijk veel is. Maar ik denk dat zijn afwerkingspercentage... Oh, ze zaten niet van... Op hetzelfde niveau van die eerste wedstrijd, dat is ook onmogelijk dat hij alles blijft doen. Nee, dat was wel vrij. Maar ja, het is natuurlijk wel uw go-to guy in aanval. Hè. Dus het is langs de kant logisch dat je die kaart trekt op het einde. Misschien was het een beter idee geweest om het iets meer, of niet zo rechtstreeks te doen. Want op 6 seconden kun je uiteindelijk wel nog wat beweging in de play krijgen. Maar goed, ja. Het is soms ook beter op het einde dat die bal niet te veel meer beweegt, want dan heb je ook meer kans op een turnover. Dus... dat zijn zo van die beslissingen. Dat zijn zo van die kleine dingetjes die beslist worden in de wedstrijd. En ja, als dat goed uitdraait, is dat ideaal. En als dat slecht uitdraait, is dat zogezegd slecht. Dat is ook waar. Want als die bal er wel in was gegooid op waanzinnige wijze, dan hadden we het op een andere manier over dezelfde seconde. Maar goed, het what-ifs en bijna's bestaan niet. Maar goed gedaan van Donar. Ja, knappe overwinning. Hele knappe overwinning. Goede overwinning. In Charleroi, dus dat zal een hoop vertrouwen geven nu ze aanstaande woensdag thuis tegen de Giants moeten. Want we hadden het net over 2 hele moeilijke 3-punters. Er zat ook een hele knappe 3-punter in de double overtime overwinning van... Oostende tegen Den Bosch zat ook ergens een 3-punter vanaf eigen helft in de buzzer. Was dat lopen of niet? Henk kan daar nog geen commentaar over geven, want die is nog altijd naar de match aan het kijken. Jullie maken een leuk grapje, maar er zit een verschil tussen voorspellen en wat je hoopt. Hè? En ik had gehoopt, gewoon dubbele overtime. Je hoopt kampioen van Nederland tegen kampioen van België. Heel eerlijk, Den Bosch, ja,
die zijn het eventjes gewoon, die zijn het eventjes kwijt. Het laatste kwart was eigenlijk gewoon ook best wel heel pijnlijk, want het verschil was niet zo heel groot. Ik geloof het laatste kwart dat ze bijna met 20 punten verloren of zo. Ja, ja, hele slordige tweede helft ook. Ze hebben daar precies wel wat laten lopen in het laatste kwart. Hè. Maar ja, althans, ze waren heel goed aan de wedstrijd begonnen. Hè. Het eerste kwart waren ze goed. Ze domineerden de rebound. Ze waren iets gretiger. Het enigste probleem was dat ze kregen maar geen drie punten binnen. Hè. In de eerste helft is het 0 op 9, denk ik. En uiteindelijk eindigen ze de wedstrijd met 3 op 24. Ja, het is heel moeilijk om een wedstrijd te winnen als je 3 op 24 drie punten scoort. Was het want drie punten missen, dat kan volgens mij twee redenen hebben. Eén, de verdedigende tactiek van Oostende in dit geval is heel goed en verstoort goede schoten. Of het vertrouwen is er niet. Ja, ik denk een stuk vertrouwen. Want in het eerste kwart hadden ze echt wel open looks van achter de driepuntlijn. En die ging er ook niet in. Ik denk dat Webster bijvoorbeeld 2 open looks heeft. Die andere jongen ook is Prince. Hoe noemt hij? Price. Is Price, ja. Price die had ook een aantal open looks. Die ging er ook niet in. Dus ja, ik denk dat ze momenteel zo wel een moment hebben dat ze een beetje vertrouwen missen. En dat de dingen niet lopen zoals ze willen. En oké, ja, in het derde kwart komen ze daar nog even mooi terug tot op 6 punten. Want Oostende had ook voor mij... Allee, ik had niet het gevoel dat Oostende ook hun beste match aan het spelen was, hoor. Oostende zat er misschien ietsje meer in. Zeker als die met de second unit kwamen op het einde van het eerste kwart en tweede kwart, liepen ze al een beetje uit naar die 10 punten. En dan hebben ze eigenlijk gehouden tot aan de rust. Maar dan in het derde kwart kwamen ze daar even terug, Heroes, tot op 6. En dan dacht ik van, ja, misschien wel een keerpunt, want dat was ook... Ik weet niet, Henk, of je die fase dan nog herinnert. Ik denk dat er eerst de alley-oop play was met Kok. Daar werd fout opgemaakt, een bonusvrijworp. En dan gebeurt er iets, zodat als ik coach zou worden, ja, ik trek mijn spelers van dat veld en die komen er niet meer op. Hè. Dus er staat maar één man van Heroes in de rebound. Hè? Ja, Heroes is helemaal uitgeriebond, dus, hè? Ja, 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 maar luister. Dus Kok, die neemt die vrijworp en er staat maar één man van Heroes in de rebound. En die ene man staat aan de kant waar er ook maar één man van Oostende staat. Dat is al de eerste fout, want normaal gezien zou je er altijd twee man bij zetten als er maar één staat. Dan kun je die sandwich doen, kan die nooit rebound pakken in principe. Dus ja, dat is dan weer zo'n beetje gelijk nonchalance. Dus die ene van Heroes pakt dan de rebound over die drie en poef, bal naar buiten en wonderwel een driepunter. Ja, bizar. Die ging er wel in en dan staan ze op 6. En Gerja pakte onmiddellijk die time-out en die was razend. En na die time-out, als je kijkt, dat was bij 52-46 en de match eindigt op 82-56. Dus ik denk dat na die time-out dat hij die spelers echt serieus goed heeft wakker geschud. Hij zegt van, hey jongens, zo komen we nooit aan die appeltaart. Ja. De coach van Oostende die schudt zijn spelers regelmatig wakker, hoor. Als je daar, dat is zo mooi. Dat is een beetje zijn stijl. Die heeft goed temperament. Nee, wat ik erg opvallend vond, is... kijk, die heb het over die aanvallende rebound, maar Oostende pakt gewoon 44 rebounds tegenover 32 van Den Bosch. En dat is zwaar. Mijn statistiek stond dat af nog anders, Henk. Bij mij stond er 49-35, maar ze kunnen dat of fout is, ik weet niet. Oh ja, ja, misschien is dat het team rebounds. Ik weet niet. Ja. Hier staat er. Ik kan het even laten zien, want ik heb het hier zo voor me liggen. Zo, kijk hier. Hop. Zie je? Ah, hopla. Ja. Ah ja. Hopla. Dus, maar goed, wat het ook is. Een flink overwicht voor. En 12 aanvallende rebounds weggeven, dat is eigenlijk gewoon veel te veel. Hè? Ja, dat is te veel. Dat is nog meer. Ja. Ja, en ook Oostende, wat opvallend is, de man in vorm daar is eigenlijk Trofontein en die komt van de bank. Die gooit even een lekkere driepunter nog in, hè? Ja, die een driepunter op het einde van het eerste kwart. En ook, ja, dan gaan ze na het einde van het eerste kwart met 4 punten voor en niet maar 1. Dat scheelt ook alweer Toch een slag weer geslagen, hè? Want dan is je 1 punt is eigenlijk bijna perfect. Gelijk. En dan begin je dat derde of de tweede kwart toch met iets meer vertrouwen. En dan pakken ze ook weer 5 puntjes. Ja. En dan is het verschil inderdaad, wat je zegt, dan is het alweer 9-10 punten. En dat is best wel een redelijk groot gat. Ook al komen ze dan nog terug, maar dat verschil is dan eigenlijk al gemaakt. En aan het einde, dat is Den Bosch, dat aan het einde hadden ze... Ja, het is voor zo'n kraker eigenlijk. Hè? De kampioen van Nederland tegen kampioen van België. Mag dat eigenlijk niet gebeuren dat je er dan zo hard verliest. Maar ik ken de mensen bij Den Bosch. En ik denk dat de mensen bij Den Bosch wel behoorlijk zitten te sleutelen. Die hebben natuurlijk een geweldige periode gehad in de Domestic League. Nu cross-border. Hebben ze het even wat zwaarder.
Maar Den Bosch, die komen wel weer. Die komen wel weer, denk ik. Ja, dat die, denk ik die, ook. Die, dat is Braal, beetje... die heeft het team even wel, die kan goed sleutelen aan het team. En het komt zo meteen, die komen met mes tussen de tanden, komen die gasten. Ze hebben ook nog gewoon twee keer van Porto gewonnen. Dit jaar. Dus dit team kan wel basketballen. Overigens is... Een beetje hetzelfde verhaal van Oostende ook. Hè. Die hebben te veel talent om te zeggen dat die niet meer terugkomen. Dat geloof ik ook niet in. Dus ik denk wel dat die vroeg of laat die klik terugmaken en terug naar boven gaan. Ja. En Trois Fontaines is natuurlijk aan zijn naam verplicht om drietjes erin te knallen. Dus driepunter Fontaine. Binnenkopper. Ja, binnen de kopper. Dat zal hij vast nooit eerder gehoord hebben. Ja. Denk ik ook. Maar goed. Hey, dat was de kraker die uiteindelijk wat minder een kraker werd dan we hadden gehoopt van tevoren. En dan de laatste, de vijfde wedstrijd, zeg ik dat goed? Is dat de laatste? Ja, de laatste wedstrijd die we nog niet besproken hebben was ook een knap potje basketbal van de spelers op het veld. Een iets minder knap potje basketbal van de scheidsrechters, als ik de feedback moet geloven. Veel rumoer over die scheidsrechters. Boegeroep na de wedstrijd toen ze het veld afliepen, maar even het basketbal eerst. Leiden heeft ook een knap van een ijzersterk Limburg United dat ook nog de eerste wedstrijd wist te winnen. In ieder geval de eerste wedstrijd wist te winnen in de cross-border fase. Heeft Leiden gewonnen met 73-70. En ik moet zeggen, wel weer een beetje op zijn Leiders. Dus aan het eind werd het gewoon weer billen knijpen. Wat volgens mij niet had gehoeven. Maar goed, Leiden trekt ze nu gewoon binnen. Die spannende wedstrijd is erg clutch, zullen we maar zeggen. En, veel, hè? Leiden, elke wedstrijd die Leiden speelt, hè, die is vanaf de cross-border, is gewoon spannend. Dus wil je een spannende wedstrijd, dan moet je gewoon Leiden kijken. Dat is... Dat is top. Die gasten die competen met iedereen. En die trekken de meeste wedstrijden nog uit het vuur ook. Ja, maar heb je die match gezien, Henk, of niet? Ja, een stukje. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik had er een aantal gezien. En dan heb ik hier ook nog mijn eigen dochter die ik dan al even moet coachen tussendoor. Mijn zoontje die nog moet trainen. NBA ik geef nu allemaal excuses, maar ik probeer altijd wel stukken van de wedstrijden te zien. Ja. Nee, maar het was gewoon even om te weten, want ik heb daar een aantal fases in gezien. Ik heb uitgesteld gekeken en de eerste 5 minuten kwamen niet op mijn stream. Dus ik ben erin gekomen op 2-9 voor Leiden. En dan eigenlijk het eerste kwart vond ik goed. Er begon ritme in die wedstrijd te komen. Hè. Beide ploegen begonnen vlotter en vlotter te scoren. Deftig basket zo. 22-18 op het einde van het eerste kwart. En in het tweede kwart, het ritme volledig uit die wedstrijd. Ik denk dat beide ploegen in bonus zaten na 3 minuten spelen of zo. Of 3 minuten. Oh ja, dat zat wel lekker, ja. Echt heel snel. Enorm veel vrijworpen. Ook weer, Leiden heeft die ook weer redelijk slecht afgewerkt, als ik me niet vergis. 17 op 29, dat is nog geen 60%. We hebben vorige week ook te horen gekregen dat Nederlandse teams veel meer vrije worpen krijgen dan Belgische teams. Ja, als je er meer krijgt, hoef je er ook minder raak te schieten. Hè? Dan, dat is de luxe. Dat is niet waar, Matthijs. Dat is niet altijd waar. Ik vond dat die refs in die wedstrijd het ritme volledig uit die wedstrijd hebben gehaald. En ik vond het wel een beetje jammer eigenlijk. Want het leek mij een goede wedstrijd te worden, maar uiteindelijk is dat... Het is een beetje alsof je naar een... Marijn, ik ga gewoon Marijn zeggen. Is Marijn of Martijn, want ze waren daar in die dingen ook over bezig. Jij mag gewoon Marijn zeggen, denk ik. Maar Fervers, je kan het wel heel, op heel veel manieren uitspreken. Maar volgens mij Maar zeg nu eens eerlijk, is het Ververs of is het Ververs? Ververs. Ververs. Volgens mij is het gewoon Marijn Ververs. Dus Marijn wordt uitgesloten met 2 technische fouten voor flopping, als ik me niet vergis. En dat heb ik eigenlijk nog nooit niet gezien, denk ik. Nee, dit nog nooit. Maar sowieso, als je 1 keer flopt, dat je dan denkt van ik ga de 2e keer weer. Die laatste was echt geen flop, Henk. Natuurlijk is dat geen flop, maar dat doe je ook niet. Op het moment dat je technische fout hebt, stel je krijgt een technische fout voor flopping, dan ga je de 2e keer, ga je de tweede keer echt niet denken van ik ga hem nu weer floppen. Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk dat ze in totaal 3 technische fouten voor flopping hebben gekregen, Leiden. Vond ik er al een beetje los over. maar dan ook, langs de andere kant ook, ze hebben
elk contact dat er was in de wedstrijd gewoon meteen afgeblazen. Er mochten geen duels zijn. En dan heb ik zoiets van, ja jongens, je kunt dat ook niet maken. En zeker al niet ook in die goldfase. Dat zijn sowieso wedstrijden die al een hoger niveau zijn en waarin dat ploegen fysisch ook wel harder willen spelen. Je moet wel de lijn trekken, maar je kunt ze niet zodanig laag leggen dat er absoluut niks meer mag. Want op een gegeven moment mocht er echt niks meer in die wedstrijd. Ik weet niet hoeveel fouten dat er in het totaal geblazen zijn, maar die match heeft oneindig lang geduurd. En ook opvallend, en ik vind het zo jammer, hè, want... Ja, Maxime de Zeeuw krijgt op het einde van die wedstrijd opnieuw 2 vrijworpen. Hetzelfde als vorige week, als ik me niet vergis, in... Waar was het? Was het in Groningen of niet? Was het ik zal hem zo even voor je kijken, man. Er zijn zoveel wedstrijden dat ik niet meer even weet welke wedstrijd dat vorige week was. Maar hij miste weer aan het einde. En vorige week miste hij die 2 vrijworpen op het einde, wat dan voor Maxime al eigenlijk ongewoon is. En nu krijgt hij opnieuw 2 vrijworpen bij... 70-72, denk ik. En dan mist ze opnieuw alle 2. En daarop zie je toch daar zit het toch wel in zijn hoofd, denk ik. Hè, dat hij daaraan terugdrenkt aan die week voor 10. Was het inderdaad. En dan opnieuw in diezelfde fase man. Zit en die mist hij dan opnieuw. En het is wel een gozer met ervaring, hè? En die, Maxime heeft een carrière, internationale carrière. Waar je u tegen zegt. Ja, er zijn weinig spelers in de B-Next League die in de competities hebben gespeeld die Thijs speelt. En Limburg zit zo... Die eerste match tegen Heroes waren ze collectief heel goed. En nu zitten ze echt in een minder moment collectief, waarin dat je ziet dat er maar... Want uiteindelijk, de eerste helft was het vol op Delalieu. Die maakte, denk ik, 17 punten in de eerste helft of zo. De tweede helft was dan meer Stein. Maar het collectieve is er precies zo uit. De scores zijn niet meer zo goed verdeeld als in de eerste match tegen Heroes. En dat doet dan nu wel een beetje pijn. En dan komt in die situatie op het einde. En dan zijn er nog 30 seconden, denk ik, dat ze beslissen om te verdedigen. Tegen Groningen speelden ze vorige wedstrijd, ja. Ja, daar mist hij ook 2 heel belangrijke vrijworpen van de wedstrijd. En dit vind ik ook wel weer mooi aan basketbal en ook mooi aan deze competitie. Althans, mooi om als je voor Mechelen bent en volgens Limburg bent. En volgens mij zijn ze daar ontzettend goed bezig met het ook aan het bouwen aan een sterk team, sterke club vooral. Dus daar voor de lange termijn niks dan lof. Maar je ziet ook, kijk, nu is het verhaal, ze verliezen nu 2 keer op rij, dan zit je niet bij de beste meer en dat doet pijn, dat gaat in je hoofd zitten. Maar als je kijkt naar de uitslagen, 84-7, we zeggen dat Leiden spannende wedstrijden speelt, 84-77, de eerste wedstrijd thuis tegen Den Bosch, zit je op rozen, gaat het hartstikke goed, verlies je uit bij Donar, net aan met 2 punten, met kans op winst of in ieder geval verlenging. En dan de week erop tegen Leiden thuis verlies je met 3 punten met scheidsrechters die toch wel wat impact hadden op de wedstrijd. Mm-hmm. Het had ook net zo goed andersom kunnen zijn. Ze hadden er net zo makkelijk, maar ze hadden ook net zo goed 3 keer kunnen winnen op rij. En dan heb je ineens een heel ander... En hetzelfde spelen, alles hetzelfde, maar het valt net even 2-3 keer anders. Ja. Dus laten we vooral in dat opzicht... Even de fouten nog, hè. 28 fouten gemaakt in de wedstrijd. 28, dat is veel, hè? Dat is wie, veel. Wie heeft er 28 fouten gemaakt? Limburg heeft 28 persoonlijke fouten. En Leiden? 23. Ja, maar dat is veel, hè, Henk. 28, dat is in totaal 51 fouten op een wedstrijd. Dat is immens veel, hè? Dat is bizar veel. Dat is meer dan een fout per minuut die er wordt gefloten, hè? Dus 1 op de 2 aanvallen waar gewoon een fout in wordt gefloten. In principe is dat elke kwartier sowieso een bonus. Oké, dat je in bonus zit, ça va, maar dat je na 3 of 4 minuten in bonus zit, dat is niet normaal. En beide ploegen dan nog, dan heb ik zoiets van dat is een wedstrijd kapot fluiten. En ja, dat was niet... Dat was niet nodig. Ze hadden geen oorkes, ze zaten in België. We hebben nog wel een bericht gehad, hè, van scheidsrechters, of tenminste van de scheidsrechter-specialist. Dat ik nog even... Die kwam even... een paar voice notes aan mij doorvertellen. Dat was best interessant. Ja, ik weet niet zo heel goed wat ik er allemaal nog meer over kan zeggen. Nou, ik denk dat wat het belangrijkste van dat zag ik ook in reacties op ons verhaal over die oortjes, wat we natuurlijk semi-serieus deden, is ook bij de scheidsrechters heb je te maken met B-Next budgetten en mogelijkheden en proberen ze ook het maximale eruit te halen. Nou, bij Limburg hebben ze zeker het maximale eruit gehaald, want ze hebben dat fluitje, ze zijn in de rust moesten ze fluitjes wisselen.
want die waren helemaal doorgesleten. Alle limiet na de wedstrijd, Matthijs. Maar ze gaan toch van fluitje moeten wisselen hebben, denk ik. Ja, daarom. Maar nee, ja, goed. Scheidsrechters zijn ook net mensen. En ja, het kwam op een punt dat zo'n beetje ja, compensatie na compensatie. En dat is eigenlijk het ergste wat er kan gebeuren. Dan ben je... Ja, ik moet echt zeggen, onze vriend Marijn, die bleef eigenlijk geweldig rustig bij die tweede technische fout voor Flopping. Want dat is, ja, dan moet hij buiten, hè. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het bij mij gebeurt, ik word zot. Twee technische fouten voor Flopping, ja, sorry. Maar, bij de eerste zou ik al gek worden. Dus, ja, dus, maar de eerste kunnen nog zeggen van ça va, maar ik weet zelf niet of dat ze een warning hadden gehad, eerst ook al. Dus, ja. Maar, Antonio Caruso, dit is scheidsrechter uit België, die heeft mooie voice messages achtergelaten over hoe het zit met de fouten voordat er ingenomen wordt. Dat heeft ook een... speciale naam. Die had ik nog aan jou laten horen, Sam. Volgens mij is de call een inbounds-faal of zoiets. En dat wordt nu beloond. En vroeger was dat meteen een vrijwillige. Ze vonden dan te zware straf voor de verdediging. En dus krijgt nu de aanvallende ploeg één vrijworp en krijgen ze opnieuw de bal terug. Dus stel maar... Take-in-fout of zo. Take-in-faal, ja, kan zijn. Maar ja, dus Tonio Caruso... Dat is eigenlijk nog een relatief jonge kerel. En die is ook arbiter op lager niveau. Dus volgens mij is die aan het groeien. Ik denk dat hij er wel ergens van geraken. En die doet wekelijks op zijn Instagram-account post hij filmpjes van acties die gebeurd zijn gedurende de wedstrijden dat hij gefloten heeft. En dan doet hij altijd een poll van wat zou jij blazen? Hè? Dus ik zeg maar eens, er wordt een aanvallende fout geblazen. Ja, is het voor u een charge? Is het... wat dat ook is. En dan legt hij uit aan de hand van het reglement wat dat de exacte regels zijn met quotes van het exacte reglement. Dus het is misschien wel nog interessant om hem te volgen om zo bepaalde arbitrale beslissingen een beetje meer of beter te begrijpen, zou ik maar zeggen. Absoluut. Hij luistert naar ons, vind ik ook tof. Hè? Dat is al scheidsrechters die naar ons luisteren, is altijd goed. Ja, dat is leuk. Ja, het is ook wel zo, voor de verandering was leuk. En normaal moeten we altijd naar scheidsrechters luisteren. Dus, ik zit er nu weer commentaar. Ik krijg ze op mijn dak. Hè, volgende week krijg ik bericht van al die refs. Wat is dat er allemaal? Wat is dat er allemaal? Als jij ooit nog eens in de B-Next-competitie gaat spelen, Sam. En jij gaat nu even vol uithalen naar die scheidsrechter. Dan wordt er een korte carrière voor jou hier in de B-Next, jongen. Ja, Henk, ja, kom maar. Ik zei ook maar de dingen die ik gezien heb. Jij dacht dat twee calls voor Flopping in één wedstrijd veel was. Nou, wacht maar. Maar zeker. En nogmaals, zowel Limburg als Leiden, het zal wel in de letter L zitten, zijn allebei goed voor spannende wedstrijden in de Elite Gold. Dus dat is tof. Ja, en over spannend gesproken. Ik bedoel, ik moet niet onderschatten, maar Giants of Mechelen. Mechelen, hoe knap zij spelen. Want zij staan gewoon eerste, hè, Mechelen. Ja, er staat 5 voor hun naam. Want er zijn nog 4 teams die ook eerste staan. Maar Mechelen staat eerste met 21 punten. Net als Antwerpen, Leiden, Oostende en Den Bosch. Dat klassement is een beetje vreemd, toch? Nee, het is niet vreemd. Het is gewoon gruwelijk. Ja, nee, zeker. Het is hoe spannender, hoe beter. Daar ben ik altijd voor. Maar, het is een beetje net als in het westen in de NBA. Het ligt ook alles zo dicht bij elkaar. En... ik hou er wel van. Het is, je kan er eigenlijk nog geen pijl op trekken. Je had de favoriet. Nou, dat was Oostende. Nou, daar had iedereen van verwacht. Die zou wel even de beker pakken. Hebben ze niet gedaan. Hebben de Giants gedaan. Ja, en nu de Heroes. Die eigenlijk heel dominant zijn. En nu even een mindere periode hebben. Ja, dan zie je Leiden. Die krabbelt wat omhoog. Doordat ze close games pakken. Dan heb je die andere twee Belgische clubs, die nu waar we het begin over hadden, die geen wedstrijd verloren hebben, de Kangaroos. Ja. Ja, ik vind het de Giants, ik vind het hartstikke leuk, man. Het is super vet om naar te kijken, toch? Het is toch geweldig dat je nu wedstrijden hebt, hè? Dat je nu wedstrijden hebt in de B-Next, waar je gewoon niet kan zeggen vooraf wie er gaat winnen. Hè? Dus als ik voor Nederland even spreek, heb je nou, Den Bosch zou je normaal gesproken zeggen, al was het met Oostende even wat minder. Maar je hebt Donar en Groningen. Of Donar Groningen en je hebt ZZ Leiden. Ja. En die 5 teams uit België. Dat zijn wel, dan heb je wel 8 teams die gewoon heel competitief zijn. En dat je extreem leuke, spectaculaire wedstrijden kan zien. Mm-hmm.
Ik denk dat het ook leuk gaat zijn naar het einde toe. Ik denk niet dat er heel rap een beslissing gaat gemaakt zijn over wie eerste, wie tweede, wie derde wordt. Ik denk dat er een gevecht gaat zijn tot op het einde om de posities te bepalen voor naar de playoffs te gaan. Dus dat is ook, weten we dat ook nog een beetje? Is het nog onderling resultaat of gaat het over... Op dit moment staat het op doelsaldo. Natuurlijk wel wat verraderlijk, want ze nemen ook de resultaten mee van de domestic leagues. Hè, dus, ja, alleen ja. Het interessante daaraan is dat Oostende en Leiden exact hetzelfde doelsaldo hebben. Oh, echt? Dus die hebben allebei 245 voor. Dus het saldo. Dus, ja. Dus als dat de beslissing gaat geven, dan wordt het spannend. We gaan gedurende, als we meer naar het einde van deze Elite Gold en ook Elite Silver komen, ook wat meer in op wie nou waar gaat eindigen, wat dat betekent voor play-offs, dan wel kampioenschappen. Dus dat wordt zeker interessant. Voor de Elite Silver, zoals we zeiden... Ik heb nog een interessant weetje. Er zijn nog twee ploegen die ongeslagen zijn. Dus Antwerpen. Ik weet al waar dit weetje heen gaat. En er zijn nog twee ploegen die nog niet gewonnen hebben. En dat drie ploegen. Drie ploegen die nog niet gewonnen hebben. Twee ploegen maar. In gold? Nee. Ja. In gold. Drie ploegen die niet gewonnen hebben. Zola en Aris. Wie heeft er nog niet gewonnen? Heroes. Ik word je al vergeten. Ja, die stonden heel van boven in de ranking. Ik zei, daar kijk ik niet naar. Heroes. Ja, dus amai. Dus twee basisploegen die alles gewonnen hebben en drie Nederlandse ploegen die alles verloren hebben. Ja, maar de Nederlandse ploegen doen wel mee, vriend. Ik moet de Nederlanders hier een beetje beschermen, maar we doen wel mee. Ik weet dat jij een berichtje hebt gekregen, Henk of Matthijs van onze vriend Bouwknecht. Die zegt, ja nou, Nederland is er wel. Ik ben hem beginnen volgen, maar tegen mij heeft hij niks gezegd. Maarten, dat is van deze week wel anders. Ja. Kom maar, Maarten, stuur even een bericht. Ja. Ja, maar echt zonder lol, ik denk dat het een spannend einde gaat worden. En het is gelijk wel gezegd, er zijn veel close games en dat zien we graag. We zijn nog niet eens op de helft van de het einde hebben, jongen. Ja, zoals vorig jaar, hè, de Nederlanders hebben toegeslaan op het einde. Dat was pijnlijk voor de Belgen. Ja. Maar daar gaat het toch om, het gaat uiteindelijk om wie aan het eind die beker omhoog gaat. En dat is nu ZZ Leiden, die maken ook als verdedigend kampioen ook dit jaar weer een kans. In de Elite Silver, vijf keer België. Dus nogmaals, als dat gebeurt, wil ik er gewoon niet te lang bij stilstaan. Kom op, Nederland. Wel even één kleine kanttekening. Dat kan je niet zo zeggen. Die Belgen die in de Elite Silver, die zijn gewoon goed. Zeker. En er zijn ook teams in de Elite Silver van Nederland die ook nogal... Ik noem een Joost United en een fijne basketbal zijn ook... Nou ja, die kunnen ook aardig basketballen. Alleen dit rondje hebben we alles verloren. Maar er was wel één... daar gaat toch geen appeltaart heen. Maar er was een 105-81 wedstrijd. Okapi Aalst tegen Den Helder Suns. 105-81. Dus nou ja, goed. Mooie uitslag. Maar daar zat dus een jongen bij. Joshua Price. 42 punten, 14 rebounds, 4 assists en plus 55 efficiency. Dat is... Is dat beter dan Jackson? Ja, hè? Hij heeft minder punten, maar heeft wel meer efficiency rating, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. En alleen al door die rebounds en die assist. Maar dat is een mooi statistiekje om mee naar huis te gaan te nemen. Ja, als ik zou zo rapport naar die gasten komen als feest, hoor. Je zou bij die gasten in het team zitten, je krijgt geen bal. Moet je wel, vier assists. Dus zeker vier mensen in zijn team hebben ook een bal gekregen. Henk heeft ook nog 14 rebounds, dus hij doet wel de vuile job ook. Hè. Ja, je hebt gelijk. Misschien heeft hij ook zo... En wat dat er ook kan, is dat hij zo... 20 punten heeft gemaakt, dus eerst een shotje missen en dan rebound pakken en toef. En ja, 20 punten, 10 rebounds. Dat is het geheim van een makkelijke wedstrijd voor een center, hè? Om even die statistiek even op te pompen. Ja. Even die paas van Sam krijgen en dan denk ik van ja, Sam, ja, ik mis hem kan even. Beter even missen, even pakken. Ja, maar ja, dan heeft Sam die rebound. En dan zegt hij, dat is paalverdeel, dus moeten passen. Hè, maar dan heb ik ook geen assist, hè, dus dat gaan we niet doen. Nee, het staat hij gewoon een beetje te volleyballen tegen de ring aan om zijn aanvallende rebound op te krikken. Weet je, als Jonas Antetokounmpo laatst deed om zijn triple-double te halen. Ja, die hebben ze weer gecanceld. Die even zo tegen de ring aan gooiden. Dat die maar ze hebben hem gecanceld, hè. Ja. Ze hebben hem later teruggetrokken. Na onze podcast.
Ja, dat heeft dat me gecanceld. Ik vind dat eigenlijk een goede zaak, want dat moet een keer gedaan zijn met al die zever. Allemaal van die lange mannen. Stats en triple-doubles en double-doubles. Het belangrijkste is dat je ploeg wint. Nee, ja, nou, even daarover. Eens. Milwaukee Bucks, die staan gewoon eerst, hè? Dus als zijn team wint wel. Volgens mij maakte hij juist een grapje om dat te doen. Ik weet niet of dat een grapje is. Ik denk niet dat dat een grap is. Ik denk dat dat is om op die lijst van die triple-doubles zo hoog mogelijk Sam, te komen. Sam, wij kennen Jannes. Jannes had bijna in Zaragoza gespeeld. Wij mogen Jan zeggen. Ja, maar de Jan die had in Zaragoza getekend zelf. En Zaragoza is nog langs de kassa gepasseerd als hij naar de NBA gegaan is. Die heeft geen minuut gespeeld in Zaragoza. Nee, als hij wel een minuut had gespeeld, dan was ik zijn captain geweest. Maar ja, dat is niet anders, hè. Ja. Helaas. Nee, dat jaar nog niet, Henk. Nee, maar goed. Dat was ons laatste jaar samen. Toen hebben ze die getekend. En dan is die subiet naar de NBA gegaan. Want ze hebben die getekend als die een derde klasse. Ja, ze hebben voor meerdere jaren getekend, jongen. Ik was de laatste 3 jaar was captain, vriend. Ja, dus even... Hey, captain Henk. Allebei een beetje gelijk, hè? Allebei een beetje gelijk. Ik moet wel zeggen dat Okapi Aalst vind ik de bruutste naam van alle teams in de B-Next. Okapi. Okapi. Echt, nu is dat iets minder. Maar vroeger in die zaal zat een sfeer, jong. En dan begon heel dat publiek zo... Okapi, 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 Okapi. Hey, dat was geniaal, fantastisch. En ooit eigenlijk, voor de mensen in Nederland... Ik denk dat de carnavalsmatch altijd net iets voor de cross-border fase valt. Ja. Maar de carnavalsmatch in Aalst moet iedereen een keer gezien hebben. Dus... Top. Ja, is dat mooi? Gaan we volgend jaar naartoe? Dat is al verkleed, jong. Dat is ideaal. Dat is niet normaal. Daar gaan we volgend jaar naartoe. Nee. Ga ik verkleed als Sam van Rossum? Ga ik verkleed als Sam van Rossum? Nee, Henk. In Aalst hebben ze een traditie, dan moet je je verkleden. Ze noemen dat een Val Jeannette. En dat zijn eigenlijk mannen die zich verkleden in vrouwen. Oh, ja, ja. Als carnaval, hè, ja. Nou, dat zegt Henk. Dan gaat hij gewoon als Sam van Rossum. Maar... ik hoorde die weer gedoppelteamd. Er moet een Belg bij. Ik ben met je eens. Er moet een Belg bij. Ja. Nou, altijd welkom. Altijd welkom. Hey, we hebben deze week inderdaad dubbele ronde. Dus door de week zijn er wedstrijden. Op 29 maart, om precies te zijn. Laten we eens gewoon even als slot van deze podcast eventjes langslopen en niet te lang bij stilstaan, maar vooral even roepen wat je denkt wat er gaat winnen, want daar zijn wij ontzettend goed in. De eerste is Zwolle tegen Oostende. In Zwolle. Filou. Ja. Oostende. Het zou naïef zijn als ik zeg dat Zwolle die gaat winnen. Maar jij bent ook aan het bijhouden en we krijgen nu reacties erop. Dus ik ga nu deze week ga ik gewoon een 100% score halen. Ja, jij zegt Filou. Sam ook. Ja, he? Oostende. Oostende, ja, zeg ik. Ja. Ja, maar lijkt me wel, Zwolle heeft op dit moment niet het niveau om het Oostende lastig. Maar je weet het nooit. En daarna is Den Bosch tegen Charleroi. Dat is wel een leuke matchup. Mm. Ja. Henk, moet jij eerst gaan? Ja, dan moet ik eerst. Ik denk. Ja, Charleroi heeft ook. Charleroi is een pittige, maar ik denk dat Den Bosch. Die moet eigenlijk wel nu. Die moet. Ja. Den Bosch moet. Dus dit is de wedstrijd waarin het bij Heroes ineens op zijn plek gaat vallen. Het moet wel. Ze hebben 18 op rij gewonnen. Nou verliezen ze de 3 op rij. Ze moeten wel. En als dat. Ja. Ja, ik zeg toch weer Heroes. Ik zeg ook Heroes. Ja? Ik zeg erop, ja. Het is Kok tegen Kuta. Dat is een mooie match. Die speelden vorig jaar nog bij elkaar, hè? Ja, oud teamgenoten. Ze kennen elkaar dus door en door. Trouwens, daar hebben we het niet eens over gehad, over oud teamgenoten. We gingen er snel voorbij, maar Zwolle Oostende, dat is broedermoord. Een van de twee die gaat tot en met ga kerst... Ga ik het zo zeggen? Oostende gaat winnen... Maar zijn andere broer die... Boy? Ja, Boyd van de Vuurs, die maakt gewoon 20 plus punten. In de bek van zijn broer. Het zou toch mooi zijn als gewoon de andere 4 spelers gewoon constant opzij stappen. Gaan jullie maar lekker drietjes tegen elkaar knallen. Ja, dat is gewoon een pick-up game. Dat is gewoon één tegen één. In het eerste kwart wordt het gat geslagen door Oostende. En dan zegt ze, oké, gaan we nu gewoon uitvechten wie de beste Boyd van de Vuurs de Vries is. Als ik de coach van Oostende een beetje ken, die gaat daar wel in mee. Die vindt het wel leuk.
Die kan dat wel waarderen. Zo'n, nou, en dan over goede matchups gesproken. Donar, die heeft vleugels, maar die mag het tegen de andere vleugels opnemen. Tegen Antwerpen. Dat is even een, dat wordt een lekker potje, hoor. Ik denk, hè, om even hier voor mijn grote vriend Jean-Marc Mbema even te zeggen. Ik denk dat hier die dubbele overtime gaat komen. Ik zet hem erbij. Double OT. Laat het een motivatie zijn voor de slimste mens. Wie gaat er winnen, Henk? Wie gaat er winnen? Een dubbele overtime. Die kent geen winnaars en verliezers. Ja, ik denk dat Donar hier de Giants de eerste nederlaag toedient, denk ik. Zie je, gaat hij toch tegen de Giants, hè? Het is toch komt de ware aard van Sam Verrossen komt in boven. Hè? Vorige week durfde hij niet. Hè? Maar daar zegt hij dan niks over, hè, Jean-Marc? Dat vind ik dan apart, hè? Over mij, waar is die dubbele overtime? En dan tegen jou zegt hij niet van, hey, waarom ga je niet... Of heeft hij daar ook een berichtje over gestuurd? Jawel, na de beker heb ik in België zeggen ze, dan heb ik ferm tegen mijn tanden gekregen van Jean-Marc. Maar sorry Jean-Marc, ik ga voor Donar. Laat dit ook een motivatie zijn. Ja, precies. Ja? Wordt alleen maar, hoe meer bloed op het veld, hoe beter. Kijk, Giants heeft een voorzitter die op Bedevaart gaat en die zit hier met een analist tussen haakjes die altijd zegt... dat ze gaan verliezen. Dus die kunnen alleen maar winnen eigenlijk. Ik denk dat hij ook gewoon om jou te plagen... gewoon het Pieterburenpad omhoog loopt naar Groningen. Al wandelend naar Groningen... om nog daar wat extra kaarsjes af te steken in de Martinikerk. Ja, dan maken ze zeker wel kant, Antwerpen. En dan hebben we Aris tegen Limburg. Nou, dat wordt een... maar hey, het is in de Kalverdoom, hè? Het is in de Kalverdoom. Aris Limburg. Tegen Limburg. Aris gaat verrassen, jongens. Aris gaat verrassen. Ik denk ook dat Aris moet ergens in ieder geval één keer een thuiswedstrijd winnen. En dat zou deze zomer eens kunnen zijn. Tegen Limburg. Ja, want Limburg gaat onderschatten. Zeeuw mist twee vrije worpen aan het eind. Het gaat niet tot twee vrije worpen komen op het eind. Limburg wint met 10. Limburg wint met 10. Aris wint na enkele overtime. Henk wil alleen maar overtimes. Ja, ja, is toch vet. Die heeft tijd zat. Die wil alleen maar meer wedstrijden kijken. Ik wil geen genoeg krijgen. En dan eindigen we met... ach jongens, jij zei het al eerder, Henk. Dat het zo dicht bij elkaar ligt, is gewoon fantastisch. Je hebt altijd, elke speelronde, heb je geweldige wedstrijden tussen zitten. Nou, en de laatste die we vandaag hier bespreken is ZZ Leiden tegen Kangaroos Mechelen. Ook weer geweldig, toch? Ik denk dat de gangbang... Ja, sorry. Het is al laat. Die gaan niet gekut worden. De gangbang. Ja, ik denk dat die... Leiden... Ja, ze moeten in de schuur, hè? In de 5 mei al, ja. 5 mei dus al? Op een welke avond? Gang, donderdagavond? Nou ja, volgens mij zoiets. Het is door de week in ieder geval. Nee, het is niet s'avonds, maar... De Kangang is niet ready voor de schuur. Dat denk ik. De Kangang gaat gegangbanged worden door ZZ Leiden. Ik zeg dat de kangaroos springlevend gaan wegrijden uit Leiden, jongens. Dat is een mooie hoor, dit. Win je daar niet, hè? Ga niet winnen. Ja, oké. Het is woensdagavond. Maar ik moet wel zeggen, het zijn wel mooie matchups nu, vind ik. Ja, er zitten een aantal echt goede matchups tussen. Dus, gewoon echt matchups waarvan je zin krijgt in basketbal. En onder zee, Leiden, hè, daar loopt, we hebben hem al geclaimd, de bijnaam. Nico Leiden Jokic, Schaftenaar, die hebben ze daar rondlopen. Die gaat weer een paar backdoor paasjes geven, niet normaal. Maar het zijn fantastische matchups. Ik word hier gewoon heel gelukkig van. Het is jammer dat ik zelf moet trainen en dat is ook belangrijk. Anders was ik blij om te kijken. De NBA gaat heel veel wedstrijden uitzenden ook, dus daar ben ik ook redelijk druk mee. Maar, ja. We gaan ook nog gewoon lekker basketbal kijken.
Ja, nee, dit zijn zeker leuke wedstrijden om terug te kijken. Of om live te kijken. En kun je erbij zijn. Dat is altijd een aanrader. We gaan natuurlijk wel eentje live kijken, Matthijs. We gaan even binnen. Wij gaan samen mee. Ja zeker. Kijken welk stadion ons beste kaart en arrangement kan aanbieden. Daar komen we gewoon langs. Een VIP arrangement. Ja, bijvoorbeeld. Lekker kippetje eten. Ja, een bolletje met kipfilet. Ja, toch? Een beetje appeltaart met een bolletje ijs als dessert. Ja, lekker. Hey, mooi basketbal in de B-Next League deze week. Gewoon door de week. Gewoon lekker woensdagavond, lekker thuis. Voetjes op de bank. Mooi basketbal kijken. Wat wil je nog meer? Dat is toch mooi dat is in het leven. Jongens, doen we volgende week een nieuwe podcast? Of deze week na die wedstrijden al? Ja, want we moeten anders de tweede ronde ook nog even voorspellen. In het tijdsbestek van twee wedstrijden, hè, dat elk team één keertje wint. Nou, dat is wel een goeie, ja. Ja, behalve, dat iedereen een keer. Behalve Giants. Arme Giants, die zijn zo goed bezig. Die krijgen zo hard van ons. Trouwens, hey jongens, nog een Belgisch-Nederlands duel voor de mensen die fan zijn van wielrennen. Zondag is de Ronde van Vlaanderen, hè jongens. Het is Van der Poel tegen Van Aert. Kijk, mooi. Nederlandse-Belgische matchups, altijd geweldig. Altijd genieten. Daar gaan we voor op de bank staan. Toch? Ja. We zijn er volgende week weer, denk ik. Korfbal is ook een van de meeste grote derbies, hè? Nederland-België. Ja, het is ook de enige twee landen waar het gespeeld wordt. Maar, is niet waar trouwens. Duitsland, Pakistan, gek genoeg. Taiwan of Taiwan heeft volgens mij ook een ploeg hier rondlopen. Ja, ik zit er zijdelings in. Maar korfbal, niks dan lof. Anyway, wij gaan sport doen waar je wel gewoon mag stuiteren met een mol. We zijn er volgende week weer. Het was weer leuk. Blokparty, we hebben gelachen. Altijd. Ja, toch? Is goed voor de buikspieren, hè, jongens. Wij zijn er volgende week weer. Tot volgende week. Volgende week gaan we ook iets weggeven. Volgende week gaan we iets weggeven, mensen. Ja, we zaten nog te twijfelen of we het gingen doen. Maar we gaan echt iets moois weggeven volgende week. Luister volgende week weer. Ciao.